In verband met de ontsluiting van Nuenenwest heeft de gemeente ervoor gekozen om een nieuwe weg aan te leggen. Die loopt via het Volkstuinen, via Wetterseind, via de Gelderopse Dijk en via de ontsluiting van de busbanen naar de A270. Zaterdag 21 november jongstleden werd een protestmars georganiseerd door het collectief Nuenen-Zuid. Veel bewoners van Nuenen-Zuid en de sportvereniging aldaar zijn tegen de aanleg van deze weg in verband met meer fijnstof, meer geluidsoverlast en meer verkeersonveiligheid. Het collectief heeft een alternatieve route aangedragen voor de ontsluiting van Nuenen-West en ook een veilige fietsroute. Ik heb begrepen dat de verschillende belangengroepen overleg hebben gehad met de gemeente de afgelopen maanden. Kunt u daar iets over vertellen? Ik zal even mijn mondkapje afdoen. De gemeente heeft ons uit random op willekeurige adressen post bezorgd in de maand mei. Met een uitnodiging voor een zogenaamde dialoogsessie. En daarop zijn verschillende afgevaardigden bijeengekomen. Dat was onder coronamaatregelen, 30 man. Maar toen bleek bij binnenkomst dat ongeveer 2/3 gedeelte van de aanwezigen bestond uit gemeenteraadslieden die als toehoorder daar waren. Veel mensen van de gemeente, projectontwikkelaars, verkeerdeskundigen en uiteindelijk een man of 10 van de burgerij waar de dialoog mee moest plaatsvinden. En daar was u niet tevreden over? De kwaliteit daarvan na afloop was uitermate slecht. En aangezien de tweede dialoogsessie pas in september was gepland, hebben wij eigenlijk zo langzamerhand spontaan elkaar opgezocht van de 10 aanwezigen die daar waren. En we hebben de koppen bij elkaar gestoken en we zijn uiteindelijk 2 doelstellingen nagestreven. De eerste was van, zijn wij bereid met z'n allen unaniem de plannen van de wethouder te ondermijnen? En 2, zijn wij eensgezind met een positieve instelling om een nieuwe ontsluitingswegen te gaan verzinnen die voor iedereen, voor zowel de nieuwe burgers van Nuenen-West als voor de huidige bewoners, van goed niveau is. Dat hebben we gedaan. Er is straks een protestmars. Waar wordt er eigenlijk tegen geprotesteerd? Ja, wij protesteren tegen het feit dat er uiteindelijk een derde dialoogsessie kwam, zeer kort op de tweede, waarin de ingediende plannen, ook die van ons, in een heel kort tijdbestek zijn beoordeeld. En dat waren in totaal 6, 2 van de gemeente en 4 van de belangenverenigingen, ook andere dan die van ons. En je kunt er eigenlijk wel raden, daar kwam het voorstel van de gemeente als eerste het beste uit de bus. Een hele hoop groen en heel veel rood op die van ons. En daar zit wel een reden achter, want dat plan van ons, daar moet uiteindelijk een nieuwe weg geprojecteerd worden met een omleiding naar de Wolvendijk. En waar we tegen zijn, is de ontsluiting die wordt gepropageerd om over de Volkstuinen naar het Wetterseind, wat er absoluut niet voor geschikt is, naar de Gelderopse Dijk. Met als gevolg veel autoverkeer op de Gelderopse Dijk, op het Wetterseind, waarbij het Wetterseind een belangrijke toegangsweg is voor alle sportverenigingen hier, de tennis, de korfbal, de voetbal en de looproute Nuenen aan het eind. En wij voorzien gewoon ongelukken op termijn. We zijn het eens met de mensen van de Opwetterse Weg, die de Opwetterse Weg gevaarlijk vinden. Daar hebben we moeite voor gedaan om op één lijn mee te komen en ze uit te nodigen, maar er is nooit gehoor aan gegeven, helaas. Maar nu is de gevaarlijke Opwetterse Weg, wat wij ondersteunen, door middel van een andere fietspaden die we hebben geprojecteerd en ook hebben ingeleverd, wordt eigenlijk overgeheveld naar het Wetterse Eind, wat daar nog eens een keer 1,5 meter smaller is dan de Opwetterse Weg. Dat is ons grote probleem. En dan krijg je straks kinderen die van hier, van deze wijk, de Gelderopse Dijk moeten oversteken naar de scholen aan de achter de Bolhuidse Erven. En vice versa, de kinderen die naar Eindhoven naar school moeten. En ook weer die drukkere Gelderopse Dijk moeten oversteken. En wet wel, we praten over 18.000 autobewegingen per 24 uur op de Gelderopse Dijk. En hier op het Wetterse Eind 3500. Dat is ons probleem. Ja. Door andere belangengroepen wordt jullie verweten dat jullie erg voor eigen parochie preken. Dat jullie meer je eigen belang voorop willen stellen. Wat is jullie reactie? Nee,
Wat ik u al zei, wij onderschrijven het probleem ook van het gevaar op de Opwensweg. Het is niet voor niks dat wij de fietsers daar weg hebben gehaald op een apart fietstracé richting Eindhoven. En dat is natuurlijk tegen het zere been van de bewoners die met name op het Flessenhalsgedeelte wonen van de Opwensweg ter hoogte van de Wettense Eindhoek. Dat begrijp ik. Maar door hem helemaal af te sluiten, zoals de wethouder wil, dat levert grote problemen op. Want we hebben hier een heel groot verkeersprobleem überhaupt in Nuenen. En een van de wegen die door Nuenen heen loopt, is die Opwenseweg. Maar we hebben ook de Europalaan met zijn files en we hebben ook de A27 met zijn files. En ga je daar een van de drie nu afsluiten, de Opwenseweg, krijg je dus een hele drukke Gelderopse dijk. En dat is ons grote probleem. Stel dat de gemeente hun plannen gewoon doorzet. Wat rest u dan nog te doen? Ja, eerlijk gezegd, er is nu al sprake van dat wij al een jaar lang ondersteuning hebben van een advocaat. Dat is maar van een gedeelte van de deelnemers. Maar ik heb al vernomen dat er nieuwe advocaten in het leven worden geroepen door rechtsbijstandverzekeringen van andere groeperingen. Dus als de raad inderdaad gaat beslissen dat het plan van de wethouder doorgaat, dan zal denk ik daar toch 100% zeker een rechtsgang op volgen. En wat dat weer gaat opleveren, dat levert alleen maar vertraging. Nu is het grote probleem dat de wethouder schermt met het feit dat ze geen tijd en geen zin heeft om met Eindhoven te gaan praten. Dat ze niet met de provincie wil praten. En tijd is geld, want ze heeft bindende afspraken met de projectontwikkelaar. En dat houdt ze iedereen nu voor. En dat is gewoon een leugen. En hardlopers zijn doodlopers, zeggen we. Ja. Er wordt straks meer dan 1000 handtekeningen aangeboden, heb ik begrepen. En wie gaat die ontvangst nemen? Wij hebben de burgemeester gevraagd, uit oogpunt van zijn portefeuille veiligheid. Helaas is daar een negatieve reactie op gekomen. Wij hadden niet zoveel behoefte om een vervangend collegelid te vragen, gezien de voorgeschiedenis. En daarom hebben we de raadsleden aangeschreven, gisteren nog per mail. En ik hoop dat er een paar komen. En de oudste plaatsvervanger hoop ik dat die er is van de burgemeester. Willen we dan die handtekeningen aanbieden. Oké. Nou, ik wens u heel veel succes bij deze manifestatie. Dank u wel en dank voor uw interesse. En ik hoop op een veilige demonstratie, want daar hebben we alles op in. Daar hopen wij allemaal op, denk ik. Dank u wel. Hey, luister, waar het eigenlijk om gaat, heel kort. Wij zijn tegen de ontsluiting van Nuenen West over de weilanden, door de volkstuinen en dan op Wettense Eind aansluiten met alle gevolgen op de Gelderopse dijk van dien. En dan ook nog die bussluizen die onder druk staan. Daar zijn we zwaar op tegen. We zijn niet alleen tegen, we hebben ook... We hebben ook varianten bedacht over hoe het anders kan. Die zijn eigenlijk zonder serieus overwogen te zijn terzijde geschoven. En dat is heel jammer, want die varianten die kunnen eigenlijk heel mooi gecombineerd worden met wat de Opwettense Weg eigenlijk bedacht had. En helaas laat het college na om dat allemaal met elkaar te vergelijken, in een cocktailshaker te gooien en daar een hele mooie oplossing van te maken. Waar eigenlijk alle Nuenenaren mee kunnen leven. Dus de gemeente maakt er geen gebruik van om het vertrouwen van die gemeente in Nuenen een beetje op te vijzelen. Heel duidelijk maken, de gemeente heeft gevraagd, heeft het toegestaan dat wij hier dit doen. Maar wel onder uitdrukkelijke voorwaarden dat het corona veilig is. Dus ook dat verzoek aan jullie, hou die 1,5 meter afstand van niet-familieleden. Draag een mondkapje, kan je er niet toe verplichten, maar draag hem, dat is een vriendelijk verzoek van ons. En volg de instructies van de mensen met de felgekleerde jassen die er staan, want die zijn echt ook wel een klein beetje coronapolitie vandaag. Nou, wat gaan we doen? We gaan een mars lopen, een protestmars, en dan is om 4 uur is een uitreiking van, we hebben meer dan 1200 handtekeningen verzameld van de sportvereniging en van de omliggende bewoners. Waarom bent u vandaag hier aanwezig? Nou, ik ben hier omdat we niet willen dat hier die weg gaat komen. En waarom niet? Nou, omdat het hier dwars door de sportparken heen gaat ongeveer. En eigenlijk over een weg waar het gewoon onmogelijk is. Dankjewel, jullie ook. Goedemiddag, waarom bent u hier vandaag aanwezig? Om een solidariteit
te laten zien met de mensen uit Nieuwe-Zuid. Want het is al druk in Nieuwe-Zuid, we hebben al veel geluidsoverlast. En nou ja, veel verkeer en dat gaat nog veel meer worden. En samenhangend daarmee de slechte lucht, het fijnstof wat toe gaat nemen. Files waarschijnlijk op de Geldropse dijk. De sporters die hier, je kunt je kind niet meer veilig naar de sportclub sturen. Dus al met al, ook om de wethouder te laten zien dat ze moet proberen om alternatieven die aangedragen zijn door verschillende groeperingen te overwegen. En ze is niet te bewegen. Dus vandaar, dat lees ik uit de stukken. Dank u wel. Graag gedaan. Heren, mag ik u wat vragen? Waarom zijn jullie hier vandaag aanwezig? Omdat wij vinden dat deze oplossing een hele slechte oplossing is. De ultieme oplossing ligt in de ruit om Eindhoven, die moet je afmaken. En u bent het daar helemaal mee eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, ja. En wat vindt u van de opkomst? Bemoedigend. Ja, hè? Ja, en als de politiek hier niet naar luistert, dan hebben we hier een beetje Amerikaanse taferelen. Welke taferelen bedoelt meneer naast u? Nou, hij vindt de polarisatie tussen Nuenen-West en wat nu gebeurt, dat vind ik op zich niet goed. Ik vind ook daar, zag daar een spandoek van Nuenen-West tegen de rest of zoiets. Nee, maar ik vind daar, zo zit het niet in elkaar. De politiek is verantwoordelijk voor goede oplossingen. Maar ik denk ook wat hier aan de hand is dat er geen goede afspraken zijn gemaakt met de ontwikkelaar van Nuenen-West. En dat de huidige wethouder een beetje danst achter de pijpen van de ontwikkelaar. Ja. Mag ik u even wat vragen? Waarom loopt u met al deze mensen mee? Nou, wij wonen hier natuurlijk in de wijk. Ja. En dan krijgen we natuurlijk ontzettend veel verkeer hierover. En dan willen we natuurlijk iemand. En wat denkt u als er heel veel verkeer komt? Wat is het nadeel daarvan? Nou, de stikstof en het geluid, overlast en zo. Ja. Nou, dan wens ik u heel veel succes. Fijn, dankjewel hoor. Tot ziens. Tot ziens. Je woont hier niet, maar toch loop je mee. Ja, dit is ongelooflijk belangrijk voor deze wijk en voor de mensen die hier wonen, de sportverenigingen. Als dit straks een kruispunt wordt waarop de Champs-Élysées-achtige taferelen lijkt, ja, daar gaat het natuurlijk nergens over. Daar moeten we een vuist voor maken. Mag ik u nog even wat vragen? Ik denk dat dit spandoek heel veelzeggend is, maar voor de mensen die het niet begrijpen, kunt u dat misschien nog een keer toelichten? Nou, wij zijn natuurlijk tegen de aanleg van die nieuwe weg, want het is ontzettend gevaarlijk. Het is een ontsluiting van die wij helemaal niet willen. Hij geeft heel veel onveiligheid. Heel veel sportverenigingen zijn daartegen, mensen van het Wettense Eind zijn daartegen. Het loopt vlak langs huizen. Nee, we zijn echt absoluut tegen. En hier zou eigenlijk moeten staan buurtbedrog in plaats van boerenbedrog. Ja. Dialoogsessies zijn geweest vanaf de gemeente en de wethouders. En dan krijg je een vergadering en dan mogen de buurtmensen mogen meepraten. Maar dan is alles al geregeld. En dan zit je daar eigenlijk voor Jan met de korte achternaam. Hè? En waarbij ook verschillende mensen ook zeiden op een gegeven moment, nou, wij gaan weg, want dit heeft geen enkele zin meer. Zeg jongens, jullie borden spreken voor zich. Kan je dat misschien nog even toelichten? Wij wonen hier ook in de buurt en ja, wij willen niet dat deze weg nog drukker wordt, want er is hier ook een school in de buurt en hier wonen, het is gewoon niet fijn als hier heel veel uitlaatgassen zijn en zo. Mag ik u vragen, wie moet er stoppen? Nou, het gaat hier om de gemeente en Nuenen-West, die moeten ophouden met die rare plannen. Maar de mensen in Nuenen-West zelf kunnen er toch niks aan doen? Nou, nee, misschien niet. Maar wij hoeven daar de dupe inderdaad niet van te zijn. Nee. Dan zal ik jou vertellen wat hier staat? Ja? Nee, geen weg in onze achtertuin. Oh, ja. Dat wil je niet, hè? Een weg door jouw achtertuin? Ja. Dat wil je niet, hè? Nee. Nee, dat kan me voorstellen, jongen. Dat kan me voorstellen. Ik neem de vraag naar de pand.
gekomen waar ze moeten komen. En in ieder geval iedereen bedankt voor de komst. En ja, succes. En wij gaan ons best doen. Dank u. Dank u wel.